We zijn allemaal gek op lekker eten en drinken, maar wat gebeurt er nou allemaal voordat we die producten in de supermarkt zien liggen? Vandaag bij ons aan de desk Albert Vos om ons alles te vertellen over werken in de foodsector. Ivo is natuurlijk op pad geweest, heeft gewerkt bij Grols, bij Bolscher en heeft achter de deur gekeken bij Bolletje. En hij heeft speciale sokken aangetrokken voor vandaag. We zeiden het al eventjes bij ons aan de desk vandaag. Albert Vos, naast dat jij werkzaam bent als manager advies en beleid bij Twents, ben jij lid van het dagelijks bestuur PCPT. En dan ga ik het één keer voluit zeggen. Praktijkcentrum Procestechniek Oost. Klopt? Kijk, we praten vandaag natuurlijk over de foodsector, de voedingstechniek en de procestechniek. Kun je ons vertellen wat de PCPT daarmee van doen heeft? PCPT is een belangrijke coöperatie. Die is opgericht alweer, denk ik, 6-7 jaar geleden door 9 bedrijven in de regio Twente. En inmiddels hebben we trouwens 22 leden. Dat had te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Technisch personeel, vooral operators, procesoperators in de food en de feed en de industrie die wij doen. En we proberen zoveel mogelijk mensen toe te leiden tot scholen, ROC en mbo-opleidingen. En zodat we zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt krijgen als technisch personeel. Dat is het doel. En voordat we dan helemaal ingaan op het werken binnen de foodsector, welke soorten functies zien we nou allemaal binnen de food? Nou ja, dat zijn natuurlijk belangrijke mate. Zijn dat die procesoperator functies? Dat zijn zowel machineoperators, bijvoorbeeld bij bedrijven als Bolletje en Friesland Campina. Maar als je kijkt bij ons, bij Twents, hebben we procesoperators van hoog niveau, van niveau 4 en soms nog hoger, die echt achter het paneel een grote installaties moeten bedienen. Daar gaan we het zo meteen verder nog even over hebben, ook de operators. Iedereen heeft natuurlijk ook een jongensdroom en die van Ivo is afgelopen week uitgekomen. Hij mocht namelijk meewerken bij Grols. Vandaag is het tijd voor Grols. Bier met echt karakter. Ik ga kijken hoe het gemaakt wordt. Mijn functie bij de Grols is teamleider packaging. Ik ben verantwoordelijk voor het afvullen van onze bieren in de verpakkingsmaterialen. Zodat wij dat onder een kwalitatief goede manier naar onze klanten kunnen leveren. Ik werk zelf mee in de productie met name als aansturing van de operators techniek en organisatie. Maar hier en daar af en toe mochten we mannetje te tekort komen, kunnen we ook zelf bijspringen. Ik weet ongeveer hoe het is om aan de lijn te staan. Ik vertrouw natuurlijk op de kennis en kunde van mijn operators. Zij weten het werk. Ik zorg er als teamleider voor dat hun werk goed kunnen uitvoeren. En daar bouw ik dan meestal ook op. Dus als ik echt de vragen over de processen nodig heb, dan stel ik ze ook aan hun. Werken bij de Grolse brouwerij is vooral niet zwaar. Het is wel af en toe hectisch omdat we te maken hebben met vele productiewisselen en een groot productarsenaal hebben. Maar het is niet zwaar. We werken in ploegendienst bij de Grols, in een 3 ploegendienst voornamelijk. Dat werktijden zijn vanaf 6 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags, van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds en van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. En daarnaast hebben we enkele lijnen ook nog in een 5 ploegendienst draaien. En naarmate de vraag vanuit de markt oploopt, kan het ook nog zijn dat we meerdere productielijnen overzetten naar een 5 ploegendienst. Op dit moment in de productievloer kun je wel zien dat we meerdere heren aan het werk hebben. Maar de dames zijn net zo welkom bij ons. Ik heb meerdere dames in mijn team zitten. En die weten ook goed van aanpakken. En die doen helemaal niet onder voor de heren. Af en toe is het ook werk in het weekend. Vooral als we de planning door de week niet af kunnen krijgen. Nou, dat gaat vooral op een vrijwillige basis en in overleg met onze mensen. Maar het komt wel eens voor dat we op een zaterdag werken. Bier is natuurlijk een seizoensproduct. Je ziet voornamelijk in de zomer dat de marktvraag heel erg hoog opstijgt. En dan dalen we richting de kerst een piekje naar beneden. En volgens in de kerstperiode schieten we omhoog. En na de kerstperiode is het eigenlijk een rustige periode terug naar de zomer. Normaal gezien, als wij de zomerperiode starten, hebben we zeker wel zo'n 20% aan extra bezetting nodig. En dat schalen we weer af in de rustige periodes.
Dat zal je misschien verbazen. Je denkt eigenlijk heel weinig aan bier drinken. Het is eerder dat je gewoon wil zorg dragen voor een goed productieresultaat. Ja, en dat is bij ons het bier afvullen in een fles. Maar ik heb er zelf en ook mijn collega's niet veel moeite mee om de hele dag van het bier af te blijven. Bij Grols werken we aan iets groters. We werken allemaal voor het merk Grols. Daar zijn we ook trots op en je merkt dat iedereen dat samen doet. Maar naast Grols werken we ook voor heel veel andere merken. Dus denk aan Peroni, Grimbergen, Viper en Hard Seltzer. Dus we doen hier van alles. En we zijn eigenlijk binnen marketing bijvoorbeeld verantwoordelijk van bierfilter tot aan tv-commercial. En dat is natuurlijk wel heel leuk. Bij Grols zijn we op zoek naar mensen die gedreven zijn, nieuwsgierig zijn, het beste uit zichzelf, maar ook uit anderen willen halen. En daarmee bijdragen aan het succes van Grols. Maar ook zeker willen we een omgeving bieden waarin mensen hun echte eigen karakters kunnen laten zien. En met al die verschillende karakters maken wij als Grols het succes. Ja, hier heb ik natuurlijk de hele dag al op gewacht. Proost. Proost. Ja, maar ik drink hem natuurlijk niet op. Nog even aan de bak en jullie terug naar de studio. Ja, Ivo, een jongensdroom die uitkwam. Vertel eens, hoe vond je het? Ja, nou goed, allereerst natuurlijk Grols een heel mooi bedrijf om eens een keer achter de schermen te kijken. En wat mij echt opgevallen is bij Grols, is de bevlogenheid van de mensen. En iedereen had daar gewoon een glimlach. Dus dat was top en hele mooie baankansen daar. Over baankansen gesproken. Albert, hoeveel vacatures zijn er op dit moment in de branche? En qua instroom op de scholen, hoe gaat het? Ja, eigenlijk te veel wat ons betreft, wat bedrijven betreft. Maar dan praten we al gauw over 150 vacatures als het gaat om procesoperators, dus technische functies. En op dit moment, als je kijkt naar de instroom van de opleidingen, dan hebben we voor de procesopleidingen iets van 80 inschrijvingen, verwachten we dit jaar. Hebben we nog niet helemaal. Laboratoriumschool zijn ook nog een aantal inschrijvingen uiteraard. Maar we zouden wel eigenlijk 200 inschrijvingen kunnen gebruiken. Dus je kan wel nagaan dat we eigenlijk nog steeds op een tekort aan stevenen. Er is dus nog heel veel ruimte, maar er bestaan ook heel veel vooroordelen over deze branche. Kun je daar iets over vertellen? Kun je die ontkrachten? Nou ja, ik hoop dat het filmpje bij Grols net al iets heeft laten zien, hè, hoe mooi het eigenlijk kan zijn in zo'n productieomgeving. Heel veel mensen denken nog steeds dat wij vies, zwaar werk hebben, stoffig werk hebben, slechte arbeidsomstandigheden. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet meer het geval. Alle productiebedrijven hebben hun zaken heel goed op orde. Zijn vaak schone omgeving. Voldoet aan alle arbo-eisen. Nou, je hebt net bij Grols het voorbeeld kunnen zien hoe schoon het er aan toe gaat. En dat is eigenlijk bij al onze bedrijven het geval. Daar waar deze vooroordelen ook worden ontkracht, dat is bij Bolscher. Wij spraken met Ingrid, die aangeeft wat zij voor werkzaamheden doet binnen Bolscher. Bij een biertje hoort natuurlijk een lekker stukje vlees. Hier bij Bolscher wordt het gemaakt. En ik mag er vandaag aan meehelpen. Mijn functie hier bij Bolscher is, ik ben productiemedewerker. Maar voor mij houdt dat ook in dat ik eigenlijk op verschillende plekken neergezet kan worden. Dus ik doe wat dat betreft heel erg afwisselend werk. Aan de ene kant sta ik bij de braadlijn. De rauwe producten gaat maken. Of ik sta bij de inpak aan de andere kant. En dat is de gare producten in folie doen of in bakjes doen. Mijn werktijden hier zijn op dit moment van 7 uur tot 4:15. En één keer in de zoveel tijd moet ik ook een zaterdag. En dan begin je ook om 7 uur tot een uurtje of 12:00, 1:00. Dat is zeg maar de zaterdag de kleine dingetjes die nog moeten weggebracht worden. Nou, weet je, de vooroordelen van in het vlees werken over hè, het is koud en het is kil en weet ik veel wat allemaal, valt eigenlijk best wel mee. Het zijn juist heel erg mooie producten. Ik ben van oudsher ben ik eigenlijk kok. Dus ik ben wel gewend om met vlees en zo te werken. Maar ik vind het voornamelijk, wat ze hier doen is heel veel nieuwe ideeën en zo. Ze doen nu de burger, 50% vlees, 50% groenten. Nou, dat zijn allemaal van die kleine innovatieven wat ik dan weer heel erg mooi vind. En wat het juist dus niet koud en kil maakt, maar juist heel erg modern en duurzaam. Wat ik het fijne vind bij Bolscher, vooral om hier te beginnen, was dat ze gewoon heel erg kijken van nou, waar vind je het fijn om te staan? Welke plek, wat ligt jou?
En vooral als je iemand bent die ook nog een klein beetje verantwoordelijkheden neemt en zo. Ja, dan word je heel erg vrijgelaten. En dat vind ik persoonlijk heel erg fijn. Ik ben altijd leidinggevende geweest. Dus ik vind het heel erg fijn dat mijn verantwoordelijkheid groter is dan van, nou, ga maar staan en doe maar. Als ik moet zeggen of het werk hier fysiek zwaar is of niet, ja en nee. Ik bedoel, je bent wel elke dag in beweging en je moet wel kratten tillen en dat soort dingen, maar het zal nooit zwaarder zijn dan 15 kilo. Je moet er misschien in het begin heel eventjes aan wennen dat het fysiek ietsje zwaarder is dan zeg maar een kantoorbaan. Maar heel eerlijk, is goed te doen. Nou, ik ga het vlees natuurlijk even bezorgen en jullie terug naar de studio. Ivo, we hadden het net al even over de vooroordelen. Wat heb jij daarvan gezien? Nou ja, goed, Ingrid heeft eigenlijk natuurlijk super goed verteld op camera. En ik ben het helemaal met haar eens. Natuurlijk is het daar koud en het zijn vleesproducten. Wat bij Bolsje echt opgevallen is, daar ga je zo volgens mij nog op door, is de duurzaamheid van het bedrijf. Dat is natuurlijk wel heel mooi. En ook Bolsje heeft heel veel baankansen. Ja, klopt inderdaad, want Bolsje is natuurlijk echt een vleesbedrijf. Maar Ingrid gaf net ook al aan, we zijn ook gestart met vleesvervangers. Ik ben wel heel benieuwd, wat doet nou het thema duurzaamheid met werken binnen de foodsector? Verandert dat iets? Je bedoelt voor de medewerkers zelf, voor de maatschappij? Ja. Nou ja, natuurlijk doet dat iets. Wij zijn allemaal heel erg bewust van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dan moeten we denken aan hoe gaan we met onze producten om? Welke producten gebruik je? Welke producten gebruik je niet? En we proberen allemaal bijvoorbeeld in ieder geval met de duurzaamheidstransitie, energietransitie mee te gaan. Maar dat doen we natuurlijk ook met de producten. We komen straks nog wel even op Grols uit. Hè, want die zijn nu ook heel erg aan het verduurzamen hoe ze hun productieproces hebben ingericht. En eigenlijk is dat bij al onze producenten aan de orde. Ja, en als je dan kijkt naar de arbeidsvoorwaarden in de sector, hoe zit dat? Krijg je nog toeslagen als je in het weekend werkt? Ja, ik denk dat de arbeidsvoorwaarden gemiddeld genomen toch wel goed zijn binnen onze sectoren in de regio. Kijk bijvoorbeeld binnen ons eigen bedrijf, dan hebben wij in de 5 ploegendiensten, die je ook bij Grols net zagen, betaalden wij 28%. Inmiddels hebben we dat zelfs met 3% verhoogd. Dus dan krijgen mensen 31% voor de 5 ploegendienst. En dat is voor de 3 ploegendienst ook het geval. En voor de 2 ploegendienst ook het geval. Dus ja, niet 28%, maar dan zijn de percentages uiteraard aangepast. Maar voor het onregelmatig werken hebben mensen allemaal toeslagen. Fijn dus om in de weekenden en avonden te werken. Zeker weten, ja. En Ingrid gaf het net eigenlijk ook al even aan. Zij is kok van beroep. Zij is dus een zijstromer binnen de foodsector. Is er veel ruimte voor zij-instromers in deze branche? Ja, er is zeker veel ruimte voor zij-instromers. Eigenlijk even voor het beeld. Wij halen eigenlijk de meeste vacatures kunnen we vervullen met of mensen die net afgestudeerd zijn. Maar we hebben net al even gezien dat de toeloop minder is dan we eigenlijk aan behoefte hebben. Dus de afgestudeerde student is natuurlijk ook minder. En we maken daarnaast heel veel gebruik van zij-instromers. Wie ook een zij-instromer is, dat is Joyce. Wij mochten de afgelopen maanden met haar meelopen en meekijken in haar zoektocht naar een nieuwe baan in een nieuwe branche. Vroeger had je 40 jaar dezelfde baan. Je had dezelfde functie bij hetzelfde bedrijf. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Je hebt heel veel baanveranderaars. Wie daar meer van weet is Joyce. Ik ga koffie met haar drinken. Want in de komende afleveringen van Werkplein TV nemen we je mee in de verandering die zij heeft ondergaan. Waarom doe je eigenlijk mee? Ik wil eigenlijk iedereen inspireren dat iedereen gewoon een carrière switch kan maken, ongeacht achtergrond of leeftijd. Kun je dan iets vertellen over jezelf? Wie ben jij? Nou, ik ben Joyce Voorhuis, ik ben 36 jaar en geboren en getogen in het mooie Almelo. En sinds mijn 18e een grote passie voor de horeca. Vertel over die passie van de horeca. Hoe is die passie ontstaan? Nou, toen ik 18 was, rolde ik spontaan zo in de horeca en eigenlijk nooit meer uitgestapt. Ja. En dan toch die baanveranderingen, horeca, van wat jij nu doet. Ja, klopt. Ja, hoe ben je daar terechtgekomen? Nou ja, ik liep tegen een burn-out aan. Ik was altijd veel werken, hard werken, maar wel met veel passie gedaan natuurlijk. Ja. Maar op een gegeven moment houdt het een keertje op. Ja. En toen ben ik terechtgekomen bij een loopbaancoach. En die is me gaan begeleiden
naar dit traject toe. Ja. Okay. Hoe kom je dan bij zo'n loopbaancoach? Hoe kom je daar terecht? Nou, ik heb hem via mijn werkgever gekregen, omdat het gewoon niet helemaal lekker liep. Ja. En zijn we gekoppeld aan elkaar. En toen zijn we gaan zoeken van wat wil ik en wat kan ik. Ja, ja goed. Kom maar, hier kwam ik voor genomen, dus zo'n leraar. Nou ja, hier ben ik begonnen toen ik 18 was. Ja. Hier is een carrière voor de horeca ontstaan. Ja, die hebben mij met de horeca-kriebels besmet. Ja. Ja, je ging naar de loopbaancoach en ja, vanaf dat moment, wat gebeurde toen? Nou, toen zijn we in gesprek gegaan van nou, wat vind ik leuk, wat wil ik eigenlijk, maar ook wat kan ik. En dan ga je een beetje sparren met elkaar van hoe gaan we dat doen. En zo zijn we ook onder andere terechtgekomen bij Twents Fondse Vakmanschap. En dat is een financiering die mij ondersteunt bij het betalen van mijn opleiding. Ja, oké, Twents Fondse, leuk. Hey, en hier gaan we de komende tijd natuurlijk samen meer over praten. Ja. En dan gaan we laten zien hoe het traject helemaal verlopen is. Ik heb er heel veel zin in. Ik ook. Ivo zei het net al even, we gaan de komende afleveringen dus nog veel meer zien van Joyce. We gaan haar volgen in haar weg naar werk en welke stappen zij daar allemaal voor heeft ondernomen. En dan gaan we hier gauw door naar de agenda, want er staan weer twee leuke events op. 18 juni tijdens de Week van de Logistiek kun je in Rijssel-Holten namelijk rijden met een vrachtwagen of heftruck, vliegen met drones en nog veel meer. Je hoeft je daar niet voor aan te melden, maar wil je meer informatie, kijk dan even op onze website werkpleintwente.nl. En op 22 juni vindt de UWV Inspiratiedag plaats. De dagvoorzitter van die dag is Harm Edens en hij deelt zijn persoonlijke durven en doen ervaringen. Zowel werkgevers als werkzoekenden zijn welkom deze dag en kunnen zich aanmelden via wederom dezelfde website www.werkpleintwente.nl. We zeiden het net al even, Ivo is ook nog op visite geweest bij Bolletje, want net als Grols hebben zij genoeg vacatures openstaan. Welkom bij Bolletje. Bij Bolletje maken wij de lekkerste bakkersproducten van heel Nederland. Want iedereen verdient goed eten. Met een glimlach. Wie kent ze niet? Onze bakkersbeschuit bij het ontbijt. Een lekkere graanreep als verantwoord tussendoortje. Of één van onze heerlijke koekjes. Bolletje groeit. En daarom zijn wij op zoek naar nieuwe collega's. Die samen met ons een glimlach geven. Aan onze dagelijkse eetmomenten. Door ons bakmanschap en onze positieve energie. In onze bakkerij rollen de duizenden producten per uur over de band. Als operator bij Bolletje heb jij dus een belangrijke taak. Want zonder jouw kennis staat alles stil. Je stelt machines in, voert kwaliteitscontroles uit, vult materiaal aan en je werkt nauw samen met de technische dienst. Heb jij nog geen ervaring? Dat is geen probleem, want via onze interne opleiding ben jij zo op stoom. Werken bij Bolletje betekent een fijne werkplek waar geen dag hetzelfde is. Wij willen Bolletje. Jij ook? Ga snel naar www.werkenbijbolletje.nl en wie weet zien wij jou snel. Het beste bier wordt gemaakt en gebrouwen door de inzet van de beste mensen. En ja, we staan hier op de brouwerij in Enschede en hier werkt iedereen vanuit verschillende afdelingen. Dus vanuit marketing, sales, productie, warehouse, alles is op deze plek. En het leuke is, iedereen gaat door dezelfde deur naar binnen en door dezelfde deur eruit. Werken bij Grolst doe je dus samen. Wil jij daarbij horen? Kijk dan snel op onze website www.werkenbijgrolst.nl en wie weet staat daar een vacature voor je tussen. En ontmoeten we elkaar snel hier op de brouwerij. Kijk er naar uit. Doeg! Wil jij graag werken bij deze bedrijven en heb jij onze hulp daarbij nodig? Dat kan. Stuur even een mailtje naar onze collega sonja.dewaal@uwv.nl voor werken bij Bolletje en Bolscher. Zeg je, ik wil graag werken bij Grols, dan mag jij een mailtje sturen naar Ivo op ivo.meddeler@uwv.nl. Ja, Albert, dan ben ik als laatste nog wel benieuwd. We hebben Ivo natuurlijk hard aan het werk gezet. Als jij nou zelf mocht werken in de foodsector, waar zou je dan heen gaan of welk product zou je dan willen maken? Ja, dat is een beetje een gemene vraag. Hè. Je weet dat ik bij Twents werk. Hè, en ja. Via Twents leveren wij warmte aan Grols. Ja, en wat kan er natuurlijk nog een mooier product zijn dan een biertje na afloop van je werk. Dus daar zou ik dan uiteindelijk het liefst willen werken. Nou, dan zien we jou daar vast nog een keertje terug. Dankjewel voor jouw aanwezigheid vandaag. Wil je nou meer weten over de PCPT? Kijk dan eventjes op de website www.processyourfuture.nl. Dan wil ik iedereen thuis en op het werk bedankt voor het kijken. En tot de volgende Werkplein TV.
werkgever in Twente? Heb je vacatures en ben je op zoek naar personeel? Dan kunnen wij je helpen. Wij komen graag bij jullie langs voor een bedrijfsreportage om de kijkers thuis te laten zien wat er nou daadwerkelijk gebeurt in jouw bedrijf en welke functies er nou allemaal zijn. Denk je, daar wil ik aan meedoen? Dat kan. Stuur dan even een mailtje naar meerte.steens@uwv.nl en dan nemen wij contact met jullie op.